De grap was eigenlijk dat het liedje ooit gewoon een LP-versie was van André. Ik was aan het opnemen met Tom Peters in de studio. Op een gegeven moment zag ik al die platen hangen. Ik zeg, ik wil ook dat liedje gaan zingen, Blijven mij van André Hazes. Alleen was de bedoeling. Ik had het al ingezongen. Ik zeg tegen Tom, waarvoor doe ik dat niet in duet, weet je wel? Dat is toch fantastisch met hem? Ja, hij zegt, het wordt allemaal moeilijk met de rechten. Liggen bij Rachel en misschien wil ze dat niet. Misschien te kort na zijn dood. En nou, ik zeg, laten we het gewoon proberen. Dus toen heb ik het een half toontje lager of een half toon hoger gezongen. Dat weet ik niet. Oude banden uit de kast zijn er gehaald. En toen hebben we het ingezongen. En ja, iedereen die het hoorde, die was helemaal van het kippenvel en fantastisch. En Rachel zei, hey, gelijk uitbrengen, fantastisch. Het is het Italiaanse arrangement. En dat was het grote succes ook van André Hazes. Dat hij, als hij niet een liedje zelf bedacht, dan deed hij het vaak op een arrangement Italiaans. En daar heeft hij zoveel succes mee gehad. Hij vertaalde zelf, dus gewoon maakte zelf de tekst. En dacht je, jezus, wat een tekst. Hè. En dan, dat lukte dan weer. Die man was daarin echt uniek. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg aan duren. Niet zeggen, maar alleen elkaar bekijken. Ja, echt, dat is waar ik voor wil bezwijken. Ik zou je al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven. Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. De allereerste ontmoeting met André Hazes, dat was gewoon dat ik naar een optreden ging als jonge jongen zijnde. Ja, de mensen staan tegen de wand opgeplakt. Het was in de tijd van een vriend. Waarom? Dat was ja van die cd, dat is die oude cd waar hij dat strikje met dat gele jasje aan heeft. En die LP heb ik grijs gedraaid, La Mama, al die nummers. En ja, toen ging ik heel vaak naar optredens toe. Zit hier alleen, zonder vriendin. Als je mocht, dan droeg hij op handen. Dan wilde hij ook overal bij hebben. Als je niet mocht, dan zei hij dit ook in interviews. Ik weet van zangers en zangeressen die hij niet leuk vond. En dat riep hij gewoon. Ik ga dat natuurlijk hier niet herhalen. Maar ik vond het wel lekker dat ik dacht, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen. Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel eens dingen geroepen dat ik later misschien niet zo handig geweest. Maar anderen lieten dat duidelijk merken. Je zag het ook in zijn televisieprogramma's. Hij deed ook series en dat was zijn eigen show. En dan nodigde hij gewoon mensen uit waar hij iets mee kon en waar hij iets mee had. En als hij niet iets met iemand had, dan gebeurt dat ook gewoon niet. Zou het mooi zijn als jij dit wil aan mij vroeg? Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg. Ik weet niet eens je naam, toch ben je bij me. Ik ben nu een gedicht voor jou aan het rijmen. Een paar jaar voor zijn dood was ik nog een soort gast in zijn Ahoy-show. Drie avonden Ahoy deed hij. En ik zong Zing met me mee en ik deed met hem het duet Unchained Melody. Ik repeteerde in Vinkeveen, deed eerst Zing met me mee en dan loop je heen en weer met een biertje en dan weer een sigaretje en dan weer naar buiten. En dan, we moeten toch even gaan zingen, hoor, zei ik dan tegen hem. En dan, oké, nou, zing jij maar. Oké, hij zegt, zing jij het maar, dat komt wel goed. Dan sta je in de Ahoy en denk je, ja, hoe is de verdeling, hoe gaan we dat doen? En ik weet nog dat hij begon de eerste avond met Oh my love. Maar, nou ja, en in één keer baf, natuurlijk gas geven. Maar toen gaf hij mij wel alle, nou ja, credits om het meest van het liedje te gaan zingen. En ik weet nog wel bij de derde avond dat ik helemaal zo deed om te bedanken de mensen. En toen kwam ik per ongeluk tegen zijn hoedje aan, die viel af. En dat vond hij niet leuk. Dat liet hij ook duidelijk merken. En nou, daarna kwam hij zeggen, we gaan nog even naar de kroeg. Even met z'n allen. En dan gingen we naar de kroeg. En nou, ja, het was een bijzonder mens. Hij nam ook met alle gemak 4 aspirine met een glas bier. Dat ik ook, ik zeg, doe je nou echt aspirine? 4 aspirine met een, is dat hartstikke slecht voor je maag? Nou, dat interesseert hem helemaal niks. Hij leefde wel heel erg zijn eigen leven. En daar heeft hij ook, ook over geschreven. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze rechtstreekse, hele speciale uitzending vanuit de Amsterdam Arena. U weet het, afgelopen donderdag is André Hazes overleden. En in deze herdenkingsbijeenkomst vanavond wordt hij geëerd. Nou, ik schrok wel heel erg dat hij overleed, want ik wist al dat het niet goed ging met zijn gehoor. En hij had ook wel wat gezondheidsproblemen, maar dat hij zo snel is na overlijden, dat nee, dat was echt bizar. En ik weet nog dat ik met Karen Bloemen naar de begrafenis ben geweest. In de arena, dat was ook zoiets bizars. Dat die auto er aankwam helemaal zo in de ronde. En dat je dan middag tegenover staat ons dan die kinderen met Rachel. Het was een hele gekke avond. En ik zat met Karen Bloemen dan, zeg maar, tweede rij aan de overkant, konden alles heel goed zien. Met bloed, zweet en
was gevraagd om een liedje te zingen op zijn begrafenis. En dat heb ik niet gedaan. En daar heb ik eigenlijk achteraf wel heel erg spijt van. Volgens mij zong daar Xander de Buissonnier, Treintje Oosterhuis, Guus Meeuwis. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. En ik denk, ja, eigenlijk ben ik toch wel een van de weinigen die man goed gekend heeft en vaak ontmoet heeft en mee gezongen heb. En eigenlijk dat ik dat niet doe. Maar ik had nog niet zo lang daarvoor een tijdje dat liedje gedaan met Pim Fortuyn. En dat, ja, daar was ik altijd allemaal bedreigingen en toestanden allemaal. Dus ik denk, ja, straks gaat hij weer zingen met, voor iemand die overleden is, weet je wel. Dus ik had een beetje zoiets van, pff, maar dat heb ik wel spijt. Dat had ik wel heel graag achteraf willen doen. Maar ja, achteraf kijk je Koen Seconds en dan loopt het anders. En uiteindelijk heb ik het postuum mogen doen met Blijf bij mij. En dat werd natuurlijk dat werd zijn grootste hit en mijn ook. Dus ja, hoe mooi kan het zijn? Dus je zo lang... En alles werd goud en platina. De albums, de single. Weet ik veel wat er nog meer uitkwam. Het was echt ongekend. Zou het mooi zijn als jij niet nu lang Ik kan me herinneren, er was een avond in de Arena. Er was een soort ode aan André Hazes. Waar allemaal bekende mensen zongen en optraden. En ja, ik deed daar Blijf bij mij, wat fantastisch succes was. Heel mooi vond ik dat om te doen. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren. Niet zeggen, maar alleen elkaar bekijken. Ja, echt, dat is waar ik voor wil beslijken. Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, dan hoor je in mijn leven. Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Het is altijd gek, weet je, als iemand er niet meer is, dat je dan toch daarmee zingt. Maar het brengt voor zoveel mensen ook weer mooie herinneringen naar boven. En muziek gaat uiteindelijk om verbinden. En dan, ja, dan verbindt het toch. En je eert iemand ook, weet je wel. En je moet niet een nummer, zeg ik altijd, helemaal naar de kloot helpen om totaal andere arrangementen te gaan doen, wat niet bij diegene past. Want dan zou je natuurlijk, dat zou het geen eer zijn voor diegene die er niet meer is. Nee, ik vond het mooi om te doen. Maar het is echt, dat zeg ik nogmaals, dat zijn tekst, de eer gaat naar hem toe, zijn stem, zijn arrangement. Maar ja, ik zong toch wel even lekker mee en dat was toch wel even geinig.